We gaan verder naar de portefeuilleverdeling. En ik zei het juist al, hoe komt het dat België of dat we bij die banken zo'n heel stuk lager rendement halen? Omdat we eigenlijk in België iets doen dat compleet irrationeel is. We vragen onze bankier, die het grootste deel van zijn inkomen haalt uit het verkopen van zijn of haar eigen beleggingsfondsen. We vragen aan diezelfde man van KBC, waar denkt u, meneer van KBC, dat ik het beste pensioenspaarfonds vind? Of waar denkt u dat ik mijn geld zou in moeten beleggen? Vanuit het idee dat die lieve man aan de overkant, of lieve vrouw aan de overkant, de waarheid gaat vertellen. Dat die de markt kent. Maar ik heb redelijk wat mensen weggerecruiteerd van de bankensector. En uiteindelijk waren die sollicitatiegesprekken heel erg simpel. Ik legde gewoon uit, kijk, als tussenpersoon waar wij ons bevinden, hebben wij onafhankelijk toegang tot alle fondsen ter wereld. Allemaal. We kunnen gewoon zeggen, dit zijn de beste fondsen, die willen we in ons gamma. En als we nu A aanbevelen of B, we verdienen er niet meer en we verdienen er niet minder door. En dat is niet het geval bij de bank. En dat snappen die mensen ook heel goed, want er komen dan mensen met vermogens, 2, 3, 4, 500.000, 5 miljoen euro, aan bij private banking. En uiteindelijk moeten die vertellen, die bankiers, aan hun cliënteel, dat dat het beste fonds is. En de mensen die ik op gesprek krijg, die vinden dat niet zo heel erg leuk om te doen. Sommigen kan dat niet schelen. Maar de mensen die ik wil aanwerven, die voelen zich daar niet erg comfortabel bij. Dus we vragen in België eigenlijk aan onze lokale schoenenwinkel waar dat ik de beste schoenen van stad zou kunnen kopen. En we verwachten dat die uiteindelijk onafhankelijk gaat zeggen, 2 straten verderop, dan naar rechts, dan naar links en we zijn er. Als ik het op die manier toelicht, is dat compleet ridicuul. Maar dat is uiteindelijk wel hoe dat wij het doen in België. Dus dat staat er ook, omdat hier banken nog een grotere rol spelen en Europeanen, dus het verspreidt zich over Europa, hun lokale bankier dan ook een beleggingsadvies vragen. Die bankier heeft er alle belang bij zijn eigen dure beleggingsproducten te pushen in plaats van goedkope passieve fondsen. En in Amerika, in de VS, is dat compleet anders. Daar betaalt u, net zoals bij ons, bij House of Finance, uw beleggingsadviseur voor advies. En zoals ik al zeg, we verdienen er geen euro meer of minder bij als we u een fonds A of B plaatsen. Dus, interessante markt. Ik ben zeer geboeid, zeer geïnteresseerd aan het toekijken wat er in die markten gebeurt en hoe de media daarop inspeelt. Het is de eerste keer in jaren dat die trackers, ETF's, tracker funds, dus die wat die indexen of sectoren volgen, zoveel aandacht krijgen. En dit gaat absoluut vroeg of laat met de digitalisering en de informatie, net zoals vanavond, zo dicht in uw woonkamer terechtkomt, gaat ongetwijfeld een effect hebben op de markt. En ik kijk toe alsof ik in een of andere bioscoopzaal zit naar de toekomst van die beleggingen. Wat dat die ETF's precies inhouden, dat leggen wij verder uit op onze website. Hier staat ook klik hier voor het volledig artikel. Dat wordt heel erg lastig, want u kan er niet op klikken. Ik wel. Maar als u naar ons website gaat, houseoffinance.be, kennisbank, dan vindt u daar dat artikel.